En dan stel ik voor dat we over de cijfers gaan praten van de SCPI. En dan geef ik het woord aan Vincent. Ja, cijfers. Je hebt dus nu allemaal het, dus ook het jaarverslag gekregen van de SCPI met dus ook de cijfers. En om deze redenen zal ik me alleen maar concentreren op drie dia's en drie punten die dus ook moeten worden gestemd tijdens de resultaten. Het is de resultatenrekening. U ziet hier dat wat dus ook de financiële performance is geweest van jullie SCPI in 2020. Dus het is allemaal gefactureerd in 2020 voor een netto resultaat van 36 miljoen euro. En dan wil ik ook uw aandacht trekken op het verschil tussen de percentage, dus de huurniveaus en het netto resultaat. 25%, dat is dus 75% is huur. En waarom dit lage ratio? Dat is omdat we hebben het over de triple net. Dat zijn dus lage lasten, want de huurder die moet alles dus alle kosten op zich nemen. En dat heeft te maken met alle onderhoudswerkzaamheden en ook de belastingen en heffingen. En dat is dus dus heel erg beheerst van 25%. Dat is dus, 10,73 euro die u dus volledig is uitbetaald. En de tweede dia, dat is de prestatie, de performance. En dan wil ik er nog even op wijzen, en ik moet dat ook doen, dat de doelstelling van jullie SCPI is 5% distributie. Dus dat is Quorum Excel heeft dus overgeperformed. En dat is dan 5%, want Quorum Excel heeft dus een 5,66% uitgekeerd in 2020. En 5%, dat is de doelstelling. En dat is dus inderdaad overtroffen, zoals je zegt. En dat is ook de impact van de crisis was echt miniem met betrekking tot huren. Maar toch wel een sterke daling tussen 2019 en 2020. En dat was niet, had dat niet te maken met de crisis, maar deze daling, waarom? En dat is zelfs als de doelstelling duidelijk is, dat er dus inderdaad toch een sterke daling is geweest tussen 2019 en 2020. Je hebt helemaal gelijk. Want dus de prestatie van 2020 is gedaald ten opzichte van 2019. En het is natuurlijk een korte termijn en een lange termijn. Dat heb ik eerder al gezegd. En dat is een fenomeen. Want deze minder goede overperformance in 2019 is geweest ten opzichte van 2020. Dat is natuurlijk ook de wisselkoers. Dat is minder gunstig in 2020 dan het in 2019 het geval was. Dus op de korte termijn in 2020 heeft dus de wisselkoers geen positieve impact gehad. Niet zo groot althans als in 2019, wat dus het verschil verklaart. De tweede reden is, en dat Philippe kan dat beter zeggen, is er is geen impact geweest op de huurders als de coronacrisis, maar er is dus toch een verschil tussen maart en later, want iedereen heeft gezegd, jij zult zien hoe dat zich gaat corrigeren. Dus we hebben een beetje dus de investeringen geremd, maar we hebben dus minder snel geïnvesteerd dan we hadden gedaan in 2019. Dus we hebben minder gedaan in 2020. We hebben ook minder geanticipeerd op 2020 met de aanvang de rendement. En dat heeft dus inderdaad een soort van vertraging opgelopen. In 2021 kunnen we dan dus dat weer wat openen. De vooruitzichten, de prognoses in 2021. De investeringen zijn goed, die zijn gestabiliseerd. En we gaan dus kijken hoe de markt zich ook gaat gedragen. En dan, dat is punt 1. Punt 2, ja, de valuta. Dus 1,16 was dat op 3 maart 2021. En het was 1,12 het jaar daarvoor. Dus dat is inderdaad een stijgende lijn. En om dan ook, je hebt het heel goed gezegd, deze twee fenomenen. En dus nog een derde en een vierde, die dus ook een zekere impact zullen hebben. En dat is natuurlijk, zoals dus ook Vincent heeft gezegd, een beetje een vertraging ook. Omdat een heleboel dossiers heronderhandeld moeten worden. Dus Tesla in Noorwegen is een dossier waar de prijs absoluut veranderd is. Want in het begin van de pandemie hadden we dus 10% aan waarde gewonnen. En dat heeft dus inderdaad dat tijd gevraagd om met de verkoper dus te gaan onderhandelen. Als je zegt 10% van de werkte, dan hebben we het over
hoeveel euro's. Heel eenvoudig. We waren dus in dat dossier, en hebben we dus me goed herinner, dat, die, 19 miljoen euro en de prijs is gedaald tot 17 miljoen euro. Dus we hebben dus 2 miljoen euro gewonnen in hoeveel tijd? 10 weken, in 10 weken tijd. Dus dat heeft een impact op 2020, omdat we dus wat minder snel gingen. Maar we zien dat de tendens dus nu in 10 weken, dat we uiteindelijk op lange termijn aan de winnende kant zijn. En een andere iets wat ook heel belangrijk is, waar we dus ook op de lange termijn aan de winnende kant zijn. Je moet het nog even herinneren, in 31 december 2019, toen Excel dus... En geen hefboom-effect heeft gehad. En waarom was er geen hefboomwerking? En er waren geen schulden. En waarom geen schulden? Want we zouden dus schulden kunnen hebben. Want Corum Excel is dus nog niet zo lang geleden gestart en in de eurozone is. En we moeten kijken hoe dat zich dan gaat ontwikkelen. Maar de feiten van dat er geen schuld is, is omdat we dus de investeringen niet kunnen niet anticiperen op de investeringen. We weten dat bepaalde landen. En bepaalde maanden, met name Polen, dat zijn landen die dus veel tijd vereisen, omdat er dus de officiële autoriteiten dus heel lang zijn. Duurt lang allemaal. En door de overheid. En dus dat we inderdaad dus niet eigenlijk vooruit kunnen lopen. We moeten eerst kijken dat dus het geld binnenkomt om dus de investeringen te kunnen financieren. En dat maakt het natuurlijk ook moeilijk om dat op dagelijkse basis te beheren. En dat heeft weer een impact op de dividend. Dus wat je bezig bent, dat we in 2020 eigenlijk gevraagd hebben om dat dus een beetje, dus ik stuur ook een positieve boodschap, want 2020 was echt een schakeljaar, omdat we dus in de context van de pandemie er toch in geslaagd zijn om zonder schulden, 2 schulden te hebben voor nog belangrijke bedragen, en we hebben dus goede verhoudingen met de bankiers, en we zullen dan weer dus ook schulden gaan organiseren in 2021, waardoor we dus ook op de collecte kunnen anticiperen, en dat we dus prestaties kunnen gaan creëren voor dus Corum Excel. En dat zijn dus ook de resultaten die dan binnenkomen in de komende jaren. En als je het hebt over collectors, dan moeten we kijken voor dus ook het vastgoedinvesteerders bij de investeerders. En ik wil dan Philippe ook daarin door laten gaan. Er zijn dus 2 schulden die zijn gedaan. Dat is heel interessant op lange termijn, want het is vooral de tweede, want dat is in bij een bank, dus in euro's, en om dus de investeringen te kunnen doen op lange termijn, 1,10 voor de pond in het WK. En jullie hebben dus niet het risico dat je dus inderdaad de verschillen dus heel erg evolueren in Corum Excel. Maar op de lange termijn kun je dus inderdaad zien hoe die waardering oploopt. En waarom beschuld met een Duitse bank, Philip? Omdat vandaag de dag is het veel interessanter voor ons om dus ook in euro-schulden aan te gaan. Want de rentevoet is natuurlijk ook belangrijk. En dat is ook inderdaad te vergelijken met het VK. Want het VK, dat is nu een markt geworden die ingewikkeld is. Waar dus het rendement dus ook minder is. En dus ook de rentevoet hoger is. En dus 3%, terwijl in Duitsland kan het nog 1,5-1,6%, dus veel interessanter. En dus de Duitse, dus ook, dat zijn dus de lagere rentevoeten. Dus moeten dus, ten opzichte van Engeland, dat lijkt heel exotisch, maar de logica is dat in het land waar je dus het goedkoopste dus kunt investeren, en dan wordt dus de schuld wordt vriest dan in de waardering. Dus het is om dus deze bankiers, dat zijn dus de Duitse bankiers, te geloven in ons model eerder dan dat ze dus gaan financieren in Duitsland, waar dus ook de rentevoet laag is en maar de rendement ook laag is, dat ze dus eerder in het WK gaan investeren, omdat ze dus waarde kunnen creëren. En het is een lange discussie, maar uiteindelijk is dat toch goed afgesloten, want we hebben dus een heleboel waarde die we gaan genereren in die markt. Het is heel duidelijk, dus ik stel voor dat we nu overgaan naar de volgende diapo van Vincent, en dat is ook de manier waarop dus ook het resultaat 2020 tot stand is gekomen voor Corum Excel. Ja, helemaal, Baptiste.
statist. Als je dus kijkt naar deze dia, dat is ook de uitsplitsing van de prestaties van Quorum Excel in 2020. En dat is 5,66% dat wij dus hebben uitgesplitst per kwartaal. Dus het eerste, derde en vierde kwartaal. En dat laat ook zien dat op deze dia, dat er dus ook heel transparant is geweest. Het is 1 jaar. Je moet niet vergeten dat dus ook dat dus de opname, fotoopname van Frederik heeft het al gezegd. Het is dat de uitsplitsing die laat zien wat dus de hele draad door het hele jaar heen is. Het is heel positief waar we het goed hebben gedaan om dus ook dus 2019 met een hele positieve pond, Britse pond, dus te gaan investeren. En toen kwam Brexit en daarna kwam de pandemie. Dus en de valuta die wordt daalt en we zien dan ook weer impact 5,3, 5,2, kijken hoe de investeringsmarkt zich daar gaat verhouden. En we hebben dus ook kunnen investeren, we hebben ook dus de schulden hebben dus inderdaad de arm bevrijd, zoals Frederik daar straks zei, en kunnen dus opnieuw weer over investeren en dan 5 à 6% behalen. Maar deze laat zien dat ook de liquide middelen die dus beschikbaar zijn eind 2020 voor de investeringen. We hebben ze overgeïnvesteerd eind 2020. We hebben alle collectes geïnvesteerd en alle schulden die ook gedaan. En dat is het eerste kwartaal, was dat voor 2021 heel interessant. En dat tussen het tweede en het derde kwartaal hebben we dus een dividend die dus laag zijn. En dat heeft te maken met de ontwikkeling van de verschillende valuta. En waar dus nu een soort van, moet ik dingen duidelijk zeggen, want het is een goede, dat is ook inderdaad de ondertekening dat we dus weer tot acquisities kunnen overgaan in 2020. Het derde kwartaal heeft dus weer automatisch ook de dividend weer omhoog getrokken. En als we dus ook moeten laten zien vandaag, is dat de korte termijn en de lange termijn, dat het is heel cyclisch. En je ziet zelfs dat in de loop van 1 jaar dat er opportuniteiten zijn, die komen en gaan. En de schulden die zijn niet ingesteld, en dan zie je weer stijgen en dalen. Maar het vertrouwen wat u ons geeft, dat is om u dan ook 100% jaarlijks te kunnen leveren. En dat gaat dus tussen op en down, maar het is onze missie ook, waarvoor u ook vertrouwen in ons heeft gesteld, dat u, omdat we dat helemaal beheersen. 5,7%. En dat is ook het doel van deze algemene vergadering, om dus altijd de eindopname te zien, dus de momentopname. En wat wij dus willen tijdens deze algemene vergadering, is dat we ze ook willen laten zien dat het niet een hele lachtige, rustige tijd is, maar dat er dus een heleboel dingen gaande zijn. En dus ook dat wij staan dicht bij u, we staan dicht bij onze huurders. En dat is ook 2020 is heel duidelijk wat er gebeurd is. En als we dan zien dat ook de performance van SCPI en de dividenden die wordt uitgekeerd, is ook dat is ook een hele ontwikkeling. Dus de aandeelprijs. En ja, dat is hier de eerste dia. Dat is de ontwikkeling in de loop der tijd van de performances die ik dus enkele minuten geleden hebben laten zien. En dan ook dus de prijs van de aandeelprijs. En die is in 2020 dus niet echt veranderd ten opzichte van 2019, 2018. En dat is ook de crisis die we hebben laten zien, dat het ook het aandeel dus is geëvolueerd. En dat is ook iets wat te maken heeft met uw stemming. Dat heeft ook te maken met beide boekwaarden, dus de gerealiseerde waarde en ook de winsten. Dus het is ook wat dus te doen. En we moeten dus ook voor Quorum Excel. Dus het is inderdaad dat we allemaal dit is de reële waarde van Quorum Excel die dus ook gestegen is om dus ook inderdaad aanvangsrendement te hebben. En dat is ook de realisatie is nu ook 153 per aandeel. Dat is een beetje gedaald, maar dat is onbenutte winst. Het is nu 119 per aandeel geworden. En dat is ook er zijn nog vragen op de chat. En de daling, ja? Twee verschijnselen. Altijd twee verschijnselen. Het eerste verschijnsel
de wisselkoersen. Boekhoudkundig en reglementair moeten we de waarde creëren op basis van de wisselkoers op 31 december. Dus als we vergelijken tussen 31 december 2019 en 2020 is er een daling van de wisselkoers tussen 1,17 en 1,18 en uiteindelijk 1,11 op 31 december 2020. Dat is een uitleg voor de helft van de daling en de tweede is door een daling van de geschatte waarde. Er zijn wat correcties geweest, bijvoorbeeld in het hotelwezen voor de winkels. Philippe zei al, kantoren zijn stabiel gebleven, logistiek gestegen, maar gezien de portefeuille en de experts zijn heel drastisch over die taxatiewaren, hebben we een nieuwe verdeling en dat vinden we terug in het jaarverslag en dat is ook gedaald in 2020 en dat is de uitleg voor het tweede gedeelte van de daling. Dus de helft de daling van de wisselkoers en de helft de daling van de taxatiewaarde. Ik denk dat daar misschien vragen over zullen komen. Ik wil u aandacht vragen voor het volgende. Als we de daling van de taxatiewaarde en de daling van de wisselkoers, die is gedaald naar 11,11. Als we dat bij elkaar optellen, dan komen we aan 189 aan vervangingswaarde. En de beginprijs van het aandeel is 189 euro. Dus wat we hier eigenlijk zeggen is dat vorig jaar was de waarde wat ondergewaardeerd. Hadden we de prijs omhoog kunnen doen, maar dat hebben we niet willen doen, want we wilden een beetje afwachten wat er zou gebeuren met de crisis. Maar door de taxatiewaarde en door de wisselkoerseffecten zitten we dus nu weer op niveau. Oké, dit is heel duidelijk, maar bij de lancering van Corum XL hebben we gezegd dat de vastgoedfonds dus een bepaald rendement als doelstelling had. Ja, er ontbreken twee elementen in jouw definitie. Die theorie, wat is de theorie trouwens? Dat is de algemene rentabiliteit van een transactie voor een aandeelhouder. Dus gezien wat hij heeft ingelegd en wat er dus wordt uitgekeerd in de vorm van dividend of in de meerwaarde die hij krijgt of de stijging van de waarde van het aandeel. En dat kunnen we alleen maar op de lange termijn bekijken. Ja, er komt meerwaarde. Maar reglementair kan dat niet aan het begin van een vastgoedfonds. Dus dat rendement door verkoop en meerwaarde, dat kan niet gebeuren in de eerste jaren. Want we hebben een reglementaire termijn van 5 jaar. En wisselkoers, ja, we zaten aan 1,11, 1,12. Maar als we over 10 jaar weer op 1,18 uitkomen of misschien wel op 1,25. Ja, we zijn ambitieuzer dan 1,16. We hopen dat het hoger zal worden. En we hebben het niet over de toename van de vastgoedmarkt, zoals Philippe zo even zei. Momenteel zien we veel investeerders die weer teruggaan naar de Engelse markt. Dus die gaan er weer geld in steken en dan gaan de prijzen weer omhoog. Ja, ik ben heel erg optimistisch over de interne rendement. Percentage. Ja, dit kun je bekijken als wij activa kunnen verkopen en dus meerwaarde krijgen. Maar we moeten niet vergeten dat met Corum XL 10% rendement over 10 jaar. Die ambitie hebben we omdat we weten dat we meerdere manieren hebben om waarde te creëren. De valuta. We zijn tot aan 1,40 geweest in het verleden. We weten dat we niet naar 1,40 hoeven te gaan om waarde te krijgen. Want we zitten nu aan 1,12 en we hebben al winst en we willen veel meer binnenhalen. We hebben ook de vastgoedmarkt. We moeten niet vergeten, de vastgoedmarkt in het Verenigd Koninkrijk was 30% meer waarde voor de Brexit. En de investeerders gaan nu terug. Dus de combinatie van de evolutie van de prijzen en de terugkeer van de investeerders naar de markt in het Verenigd Koninkrijk en de stijging van de valuta, dat is iets wat ons heel ver kan brengen. Ja, we moeten ook niet vergeten dat als over enkele jaren er een hele goede mogelijkheid is, of in het Verenigd Koninkrijk of elders, met combinatie van een mooie vastgoedmarkt en een mooie wisselkoers, dan zullen we geen probleem hebben om een keuze te maken voor een groot volume als dat prestaties oplevert. Dus voor jullie vastgoedfonds en dus voor jullie, want meerwaarde wordt aan jullie doorgesluist.
Feitelijk genomen, op basis van de valutakoers van de pond op 31 december en de taxatiewaarde van de vastgoed, is dus de waarde overeen met de waarde van de activa in het vastgoedfonds. Dus we zijn heel coherent. Anderzijds hebben we een beleggingsproduct dat in 2020 elke maand dividend heeft uitbetaald. Met een rendement aan het einde van het jaar van 5,66. Dus het kapitaal heeft geen waardevermindering ondergaan en de waarde van het aandeel komt overeen met de waarde van de portefeuille op 31 december. Welk beleggingsproduct kan momenteel zulke prestaties aankondigen? En dat is wat wij sinds het begin van Corum hebben willen doen. Wij willen waarde creëren en het is heel belangrijk. Ja, we hebben een risico, we hebben een wisselkoersrisico, we hebben ook een risico dat verbonden is aan het investeren aan Verenigd Koninkrijk, maar wij denken bij Corum dat Corum XL de beste opportuniteiten heeft.